Ik heb het over smaak gehad. En dat weten we nu. Bijvoorbeeld houden we van krullen. Maar nu gaan we naar kwaliteit. Zijn die krullen goed gemaakt? En hoe zijn ze dan gemaakt? Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Kwaliteit is iets wat losstaat van je eigen smaak. Dat is iets waar je over kan praten, wat je kunt beoordelen. Zijn die krullen goed gemaakt? Dan kan ik kijken naar het smeedwerk bijvoorbeeld. En ik bedoel dan los van je eigen smaak, bedoel ik natuurlijk niet of het een dik boek is of kleine letters. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, zitten bijvoorbeeld allemaal franjes in het boek? Leukere tierenlantijnen, uitweidingen, metaforen, beeldspraak. En? Kijk, ik wil bijvoorbeeld weten, waar staat de schrijver? Is het iemand die vanaf de kansel alles overziet, een alwetende verteller? Of zit er een ik-persoon in? Is er een wisseling van perspectief? Krijg ik meer verhalen mee? Zitten er franjes in het verhaal? Of toeters en bellen? Is dat wat ik wil? Daar kan ik allemaal op letten. Zitten de beeldspraken in? Wil hij mij een wereld laten zien, die schrijver, die ik nog niet ken? Neemt hij me bij de hand of moet ik het allemaal zelf ontdekken? Is het chronologisch of allemaal door elkaar? Dat is kwaliteit van een boek. Is het mooie taal? Of is het allemaal heel strak geschreven? Dat zijn dingen die los te beoordelen zijn van mijn eigen smaak. Het heeft natuurlijk wel mee te maken, maar niet helemaal. Het kan dus zijn dat je een goed geschreven boek hebt, want dat kan je beoordelen, en je vindt er niets aan. Dat kan. En je kan ook een ontzettend slecht geschreven boek hebben en dan moet je hartverscheurend bij huilen. En dat kan ook. En dat moet je vooral blijven doen, want daar gaan we het dan niet over hebben. Dat doe je dan maar gewoon lekker thuis, lekker huilen bij een slecht boek. Maar we zijn op zoek naar een boek wat en jouw smaak is en wat kwaliteit heeft. Want dat kan je dan aanbevelen in je leesclub of aan je vrienden of cadeau doen aan de buurvrouw